Hallo allemaal, vandaag ga ik deze eitjes ga ik groot brengen tot zo'n slang. Alleen niet zo groot, wel iets kleiner dan deze klei. En dan ga ik hem uiteindelijk ook bij een andere video verven. En laten we beginnen. Ik ga nu beginnen met zo met het lichaampje en zo. En daarna maak ik het tongetje. Die zet ik er als laatst bij iedereen op. En als ik dat hele dingetje heb, dan ga ik hem weer inrollen. Oké, dus ik ga nu verder met het lichaampje. Dat doe je dan zo. Ik gebruik HomeADC of zo. En het is van de Action. Dus ja. En laten we hem. Ik vind. Hij mag nog iets dunner. Ja, ik vind dit wel goed. Dus dan gaan we hem oprollen. Kunnen we het niet goed zien? Zo ziet het eruit dat. Ik zie het niet door je handen. Zo ziet het eruit. Het ziet er nog zo niet zo heel goed uit, vind ik zelf. Maar het komt net zoals die terecht. Ik druk hem nu met dit stokje aan. Dan ga ik heel even dit stukje afbreken. Zie het niet. Ik heb net dit stukje afgebroken en nu ga ik dan verder met het mondje. Dit doe ik heel eventjes zo. Het is niet zo heel goed gelukt zoals deze, maar het kan ermee door. Oké, nu gaan we met de twee andere. Dus dan is dit eitje alvast gedaan. Wacht, trouwens. Even aan. Nog een klein beetje pakken. Maar dan kan je dit zo duwen of zo. Zo, nu heb ik dit dus gedaan. Dat glittertje vind ik super mooi. En zo ziet het eruit. Dan ga ik nu verder met dit eitje. Is iets groter dan dit. Nou, even groot meer. Zo. Dus dan leg ik die weer bij zijn eitje. Bij de volgende video kunnen jullie zien welke kleurtjes zijn geworden. Ik ga nu weer zo doen. En dit is hem. Ik ga hem nog een beetje zo doen. En dan breek ik dit stukje zo een beetje af. Oké, heel even hier dan. Ik ga het nu zelf proberen in mijn eentje. Net helpt iemand me. Het is een beetje moeilijk met één hand. Dus ik ga. Oké. Ik moet gewoon dit filmen. Ik heb deze weer. Ik ga hem weer net zoals bij kaas. Oké, nu ga ik dit dus zo een beetje rondmaken. En dan ga ik nu zo doen. En dan komt daar weer straks een mondje in. Een tongetje bedoel ik. Pak ik die, want dat was deze. Ga ik nu met het grote ei beginnen. Oké, nu ga ik hem oprollen. Zo, die is bijna net zo groot als de moeder.
En dan bij de volgende video ga ik er een mondje in zetten. En ik ga deze na de video nog even glad strijken en zo. En tot de volgende video. En vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te klikken. Doei!